Matthijs van Soest, 12e geworden in de kwalificatie van de Ice Hockey Challenge en uitgeschakeld. Zat er niet meer in? Ja, er zat zeker wel meer in. Het is heel jammer dat ik de eerste vijf echt slecht gegaan zijn, zeg maar. En dan gaat de laatste zo goed en dan denk ik, ja, het zit er toch in, zeg maar. Het had gewoon gekund. Op welke onderdelen vooraf had jij meer verwacht? De tweede, dat is het schieten en dan precisie, zeg maar. Want dat had ik ook in de voorrondes heel goed gedaan. En tijdens de training ging het ook heel goed. En die ging ook eigenlijk heel goed. Totdat op het einde, hij wilde er gewoon niet meer in, zeg maar. Vanmorgen, je had eerder deze week al twee onderdelen gedaan. Vandaag waren de laatste vier. Je wist dat je omhoog moest werken om bij de eerste acht te komen. Op welke onderdelen wil je dat vandaag gaan doen? Op de laatste, waar ik eigenlijk tot de halve finale ben gekomen. Daar had ik al mijn doelen opgezet, zeg maar, vanochtend. En de eerste, dat het soort vlinder, dus vooruit achteruit schaatsen. Die had ik ook nog wel graag gewild. Maar vooral dat Pasen. Pasen baal ik ook wel erg van dat ik die niet. Dat was ook een van mijn sterkste onderdelen. Want die ging net mis in de eerste ronde. Ja, klopt. Het ging gewoon niet zo goed, zeg maar. En het scheelde ook niet zo heel veel. Het was gewoon jammer, maar. Meer dan niet. Met welk gevoel kijk jij terug op jouw Jeugd-Olympische Spelen? Jeugd-Olympische Spelen in het algemeen vind ik heel leuk. Maar mijn prestatie zelf, ja, het is gewoon jammer, want het had wel gekund, zeg maar. Dus ik denk dat ik vandaag nog even heel erg baal. Morgen denk ik toch dat het gevoel, zeg maar, goede gevoel weer terugkomt.